Speelstad Recife was 400 jaar geleden een van de belangrijkste steden van het Nederlandse Rijk. Dit is de rijkste suikerproducentgebied in Brazilië in de 17e eeuw. En daarom zijn de Nederlanders hier aangekomen. Om dit fort heen werd Mauritsstad gebouwd. Er is niet veel meer over van die tijd, behalve wat goudse pijpjes en Delfts blauw. Het stadje op de heuvel naast Recife is in volle glorie hersteld. Olinda is wereldberoemd. Eigenlijk was deze kleurrijke stad verwoest door de Nederlanders. Alleen maar twee kerken zijn laten staan omdat die waren eigenlijk een goede observatiepunten voor de uitzichten van de zee en van het binnenland. Maar de meeste van Olinda is platgebrand en ze hebben de stenen van Olinda gebruikt om Recife weer te bouwen. De meeste toeristen blijven weg deze weken. Zij bezoeken liever de Arena Pernambuco, waar Costa Rica en Griekenland strijden om een plek in de kwartfinales. Se procuramos ganar el próximo juego, so queremos ganar a Grecia, queremos seguir para adelante, mas. De Costa Ricaanse coach is een meester in het opheppen van zijn ploeg. Escuchen el estadio, sientan la cancha, respiren el ambiente, qué clima tan hermoso para ganar, disfrutémoslo. Ninguna camiseta no va a dar miedo. Ningún color no va a intimidar. Dit filmpje maakte hij voor de groepsfase. Het werkte. Zijn team en heel het land gelooft in hem. En dat hij Costa Rica voor het eerst in de geschiedenis naar de kwartfinale op een WK kan loodsen. El primero es el primero Grecia. Y es el que queremos ganar. Als er iemand is die de coach kan helpen, is het wel Brian Ruiz. De PSV-spits traint ontspannen. Hij is het belangrijkste wapen van Costa Rica. Hier komt Ruiz en het is een goal. Costa Rica, Brian Ruiz. Maar aan de hesjes te zien op de training wil de bondscoach de Grieken op een dwaalspoor zetten. De spits heeft een plek op doel. Het zegt misschien wel iets over de focus van Costa Rica. De verdediging is de sleutel voor hun succes. Het is logisch dat het een equipo que sabe posicionarse en el campo de juego y que es equilibrado. Ni nos vamos a volver locos ni vamos a estar tampoco sin tranquilos en defensa, no. Vamos a hacer el partido con el énfasis de saber ganar, buscar ganarlo, o también con el equilibrio que se necesita en estas competencias. Als Costa Rica geschiedenis wil schrijven, zal het Ruiz beter anders gebruiken dan op deze training. Want zelfs zonder dit is te zien dat Ruiz beter uit de verf komt op een plek zonder handschoenen aan.